Sorry. Al is het maar voor het beeld. Aan uw poep zou ik het nu niet doen, want daar zijn ze al kwijt, denk ik, aan uw staartje. Maar ik denk wel, met alle dingen die jij al gedaan hebt voor alle missen en mississen. Nee, vind ik dat jij toch ene keer de serieuze pluim op uw hoofd verdient. Ken ik je daar, zeg. Ken ik je daar. Dames en heren, Ronnie Bolle. Het is hier ongetekend moment. Ja, oké. Ik heb geen micro, we kunnen niet vertegen. Goed, kom. Dit gezegd zijnde en alle pluimen uitgedeeld. Ronnie Maatke, wij staan hier al een paar jaren naast elkaar. Hè? En ja, u houdt het uit bij mij en vice versa. Alleen man, waar haalt je de moed om het te blijven doen? Waar haalt je het? Want ik denk. Ik heb het zelf ooit ene keer gedaan. En dat was op de eerste prijswinning. Dat was toen een halfje doelbaar. Ik zei van, ik moest een auto hebben. Dat was mijn enige drijfveer. Maar ik heb me dat nooit meer opgebracht. Ik moest meelopen in de rij. Maar het erge is, nog erger. Jij moet die rijen vormen. Dus hoe houd je dat in hemelsnaam vol? Mag ik het hebben, ja. Ja, dank je. Ja. Hoe houd je dat vol? Kijk, het is een uit de hand gelopen hobby. We zijn er in 1997 mee gestart en we zijn nu 2019. Hoe houd je het vol? Ik denk gewoon, ik moet eerlijk zijn, dat eerst vertellen. Eerlijk zijn, er zijn momenten dat je denkt, waarom doe ik het nog? Want het wordt niet door iedereen zo geapprecieerd wat dat je doet. Sommigen nemen het ook gewoon voor vanzelfsprekend. Maar als je dan die zes kloppende harten die vanavond op het podium ziet, hetgeen wat je ervoor terugkrijgt en het zijn de kleine attenties waar het zit. Als wij vanmorgen toekwamen dat die dames voor ons, voor hun is dat misschien een kleine attentie, maar voor mij is dat alweer een drijfveer om er hopelijk nog een jaartje bij te doen. Als hopelijk beliefd zoals men dat noemt. Daarom eigenlijk, ik zie vele mensen die bij ons toekomen die onzeker zijn. Die zijn, ik weet niet of het iets voor mij is. En wie dan eigenlijk vanavond op het podium hier zien staan, waar ik iets heb van, nou, het is wel degelijk iets voor u. Dat en dat alleen is de drijfveer om dat te blijven doen. Ja. Nu, terugkomen op die pluimen. In tegenstelling tot u heb ik misschien wel van mijn pluimen verloren. Maar ook zij mag toch wel een daad van applaus hebben, want ik denk dat het ergens eind jaren 90 geweest is of 80. Ja, nu begin ik mee op glad water. Glad ijs zelfs. Het is al water geworden. Nee, dat is voor mij de enige drijfveer. Telkens weer opnieuw. Daarom doen we het ook twee keer per jaar. Ja, want het is moeilijker en moeilijker om dames samen te krijgen en ze dan ook nog samen te houden. Dat is ook nog zoiets, hè? Want altijd begin je met meerdere en je ziet ze zo. Nogthans hebben ze min of meer, dat is zo'n zwaar woord, maar een contractje toch. Dat ze moeten, dat stelt vandaag ook al niks meer voor. Maar ik denk de dames die vandaag overblijven, die er vandaag staan. Ja, chapeau gewoon. Het is niet zo eenvoudig. Het is, we zijn ook al eigenlijk misschien wel de leeftijd gepasseerd van. Ja, het beste is er misschien af. En toch willen we dat misschien ergens niet toegeven. Dat vind ik ook wel heel fijn. Want dames van 30, 40. 50 en meer, wij kunnen en mogen ook nog blinken en er staan. En daarom, alle dames die vanavond zo'n best hebben gedaan om er goed uit te zien vandaag. Vanavond een applaus voor uzelf. Woe! Absoluut. Ronnie, heb jij nog iets aan toe te voegen aan, als ik het zelf, mijn mooie woorden? Kan jij daarboven? Moeilijk. Oké, dus? Gaan we elkaar weer laten. Oh, dat is heel fijn, zeg. Serieus, nog eentje, of niet? Nee, ik wil wel, jawel, toch nog, want nee zou niet de juiste woordspeling zijn. Ik wil nog één klein ding, waarschijnlijk ga ik het straks vergeten door al de emoties die er nog komen. Ik wil eerst en vooral iedereen die hier vandaag aanwezig is bedanken alvast. Het gaat nog terugkomen, maar ik wil jullie al bedanken. Zeker de mensen die dit verhaal gesteund hebben. En dan denk ik in de eerste vooral van de mensen recht tegenover mij, want je zegt dat die dames allemaal blinken. Maar als je daar iemand recht tegenover mij ziet zitten, die blinkt ook, al is het met de spons op zijn hoofd. Onze hoofdsponsor Trappeniers Food Service, nogmaals, Jan en Daisy, hartstikke bedankt. Dank u wel. En
En zo zijn er uiteraard nog heel veel mensen. Er zijn heel veel mensen die dit verhaal gesteund hebben. Zij het niet via de schermen die u allemaal ziet, de sponsors, maar ook de mensen heel dicht bij mij. Mijn wederhelft, Rauno, Geert, Elke. Ik ga er waarschijnlijk een hoofd vergeten, maar wie ik dit zeker niet ga vergeten, dat is onze huisfotografe Anne. Want zij was er, je gaat dat straks wel merken, die dames zijn daar laaiend enthousiast over geweest. En dat was ook wederzijds. Het is een dame die elke keer opnieuw, als morgens vroeg of als het u 's avonds laat, maar zo was ze. Dankjewel Anne, ze zit hier vooraan. Geef haar ook een applaus. En dan hebben we uiteraard nog de andere mensen, fotografen Johan van WLM van achter daar. Allemaal hartstikke bedankt om blijven te geloven in ons verhaal. En nogmaals, dit is ook eens een factor waarom we het blijven doen. We zien dat er mensen blijven achterstaan. En ik hoop dat we hier volgend jaar met de dubbel van de mensen mogen staan. Want ik denk dat ik mijn conceptje een klein beetje moet gaan veranderen. Van maximum 10 mensen te selecteren. We gaan misschien eens met 15, 20 proberen. Wie weet halen we er dan 10. Kijk, voilà. Het is een genomen ingesteldheid en ik wens het jou. Dankjewel, Ronnie Wolfs.